Deze beschouwing, die is naar aanleiding van een opmerking die ik gekregen heb, een reactie die ik gekregen heb, van XXXX. En die volgt mij al een tijdje. En die begint zijn reactie ook heel vrolijk met Dag Perry. Dat vind ik echt, ja, dat, dat is... Dan voel je me gelijk al dat hij het echt tegen mij hebt. Er zijn ook mensen, en dan denk ik, ja, tegen wie heb je het nou? Tegen je dronken vriend in de kroeg of zo? Die beginnen in één keer te spuien. Dat is XXXXX, spatie XX, XXX, heeft er geen last van. Ik zal hem eerst voorlezen. Zijn, uh, ja, zijn brief eigenlijk. Hè? Het is een vraag. Meerdere vragen. Maar Komt -ie. Al sedert een kleine twee jaar kijk ik jouw video's. Sinds je geheel onthouder bent geworden, kijk ik je video's vaker. De video's zijn erg interessant. In tegenstelling tot jou ben ik een agnost. Dat is niet hetzelfde als een atheïst. In tegenstelling tot atheïsten en theïsten, claim ik eigenlijk niks. Gods bestaan kan naar mijn mening nog, nog ontkracht, nog bewezen worden. Bij het bestaan van elfjes kan ik dit ook niet. Wel kunnen we door rationeel na te denken bekijken welke mogelijkheid de meest waarschijnlijk is. Bestaat God of bestaat Hij niet? Zoals ik al zei, ben ik een agnost en in zaken deze kwestie ga ik ervan uit dat God niet bestaat omwille van diverse redenen. Jij gelooft echter wel. Vele mensen op aarde geloven en zijn dus theïst. De ruime meerderheid van de mensen hangt een geloof aan. Nu is het zo dat niet iedereen hetzelfde gelooft en dit heeft in het verleden al voor wat bloedvergieten gezorgd. Nu heb ik twee concrete vragen. Vraag 1. Waarom hang jij het christendom aan? En vraag 2. Stel dat jij bijvoorbeeld in Indië geboren was, dan hing je waarschijnlijk een ander geloof aan. Als je in het jaar 500 voor Christus geboren was, hing je ook een ander geloof aan. Hoe ga je hiermee om? En dan zijn die twee vragen nog verder toegelicht met subvragen. Die ga ik zo dadelijk dan uh, voorlezen. En dan zegt hij: uh, Hij vraagt mij om een krachtig en waterdicht antwoord hierop te formuleren. Nou, dat vind ik een beetje aanmatigend, maar nou, ik ga het in elk geval proberen. En dan komt hij met de vraag: Zou je eens een beschouwing willen wijden aan het antwoord op deze vragen en hun deelvragen? Alvast bedankt, met vriendelijke groeten. X, 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 Nou, vind ik toch leuk. En dan die deelvragen. Dus waarom hang jij het christendom aan? Die heeft twee deelvragen. Uh, de eerste is: wat is het bewijs dat de christelijke God de ware is? En niet, en dan komt er een hele rits: Thor, Zeus, Ra, Allah, Vishnu, etc., etc. Dus wat is het bewijs dat de christelijke God de waarheid is en niet een andere? En dan de tweede is, wat maakt in tegenstelling tot andere geloven het christendom superieur? En dan, dan komt dus de, die stelling die aanname van stel dat jij dat stelt dat ik in India was geboren, dan hing ik waarschijnlijk een ander geloof aan, ja of helemaal niks, hè? Dat kan. En als ik in het jaar 500 voor Christus geboren was. Ja, dan zou ik ook een ander geloof aangehangen hebben. of helemaal niks. Hè? In elk geval niet het christendom. Hè? Dus. en dan. en dan is de subvraag. al die mensen die nooit van het christendom. de christelijke God en de Bijbel hebben gehoord. Komma, zijn deze mensen verdoemd? Vraagteken. En dan. Wat was het nut van hun leven hier op aarde? Een hele goeie. Nou, laat ik even beginnen met te reageren. Hij kijkt dus al sinds een kleine twee jaar video's. En dan staat er, sinds je geheel onthouder bent geworden, kijk ik je video's vaker. Nou, ik ben niet echt geheel onthouder geworden. Ik suip niet meer. That's it. Ik heb geen druppel alcohol meer gedronken. Dat betekent niet dat ik geheel onthouder ben. Ik rook bijvoorbeeld niet meer. En als ik bij Wim, Wim Kruidentuin, mijn vriend, als ik bij hem ben, dan rook ik met hem altijd mee. Dus ik rook nog wel, maar alleen als ik bij Wim ben. En. Over een tijdje gaat Wim ook stoppen met roken. En dan rook ik daar ook niet meer. Dus als ik bij iemand ben en die rookt graag. Nou, dan, dan rook ik best wel mee. En ik kan me voorstellen dat ik binnenkort. Dat we weer zo'n suipavondje gaan houden. Met Wim Kruidertuin en wat vrienden. En, ja, waarom niet? Oh. Ik ben anders gaan leven. Ik heb wat veranderd in mijn leven. Dan ben ik niet per se geheel onthouder. Je kan het wel denken, want ik heb nu bijna een jaar geen alcohol meer gedronken. Maar dat maakt mij nog niet een geheel onthouder. Ik ben er dus ook niet op tegen om alcohol te drinken. En eh, ik ben er ook niet op tegen dat, anderen, dat er gerookt wordt. En bij mij in mijn huis mag je gewoon roken hoor. Je hebt kans dat als je bij mij bezoek bent en je, en je vraagt of je mag roken, dat ik dan tegen jou zeg: van, Nou, dat vind ik goed, maar dan rook ik wel met je mee. Voor de gezelligheid. Maar ik doe het dus niet meer zoals ik dat deed. Uit gewoonte, moet je eigenlijk zeggen. De gewoonte, daar ben ik mee gekapt. Nou, dan gaat hij verder. Uh, in tegenstelling tot jou ben ik een agnost. Dat, dat, nou, dat, is, dat is prima natuurlijk. Daar kan ik niks tegen inbrengen. En dat is niet hetzelfde. Als een atheïst, dat weet ik. Een agnost betekent dat je niet weet. Gnosis is kennis en dan niet, A ah, betekent niet. En Gods bestaan kan naar mijn mening nog ontkracht, nog bewezen worden. Nou, daar zit een punt. Um, Dit is door iemand Kant kant is dit aangepakt. Want het gaat om taal. Hè? Bestaan, dat is een eigenschap. En het vervelende is dat alles wat bestaat, dat bestaat. Dus als ik zeg uh, spelletjesprogramma's bestaan, dan zeg ik eigenlijk niks. Want iedereen kent spelletjesprogramma's. Dus als je zegt x bestaat, ja, dan is dat ofwel een tautologie, namelijk vanzelfsprekend en ja natuurlijk, hè? of het is blattante onzin. Je kan ook zeggen, kacha, ga maar gobbel, bestaat. Dan denkt iedereen, hè, wat zei die nou? Maar als ik zeg, Mark Rutte bestaat, ja, natuurlijk bestaat Mark Rutte. En... Nou, je kan zeggen, ijzerhout bestaat niet. Maar ik hoor nu alweer hele volkstammen brullen, ijzerhout bestaat wel, want uh, ik was laatst bij de timmerman en ik zag iets en uh, dat heette ijzerhout. Ja, maar we zeggen in de regel dat ijzerhout niet bestaat. Of iets wat uitgedrukt wordt in een contradictie in termen. Een contradictio in termini. Dat Latijn, hè? Dat wat de contradictio in termini uitdrukt, dat bestaat niet. Ja, het was ook een contradictio in termen. Hè? Contradictie in termen. Dus is eigenlijk de zin God bestaat of God bestaat niet. Die bewering, dat, daar is wat mee. Dat is niet de manier om met, het, om met het fenomeen om te gaan. Kijk, als we vissen waren en we zaten in een aquarium. Dan zouden die vissen een discussie kunnen hebben of dat aquarium een eigenaar heeft die die vissen heeft gekocht in de viswinkel en hun op een dag allemaal vrij heeft gelaten in dat aquarium, één voor één. En dat die eigenaar van dat aquarium, dat die dan uh, vis voorgeeft elke dag en, en de lampen aandoet en wat doe je nog meer als je dan een aquarium hebt. En dan kunnen die vissen gaan discussiëren of ja, bestaat de eigenaar van het aquarium? Nou, los van het feit dat vissen niet kunnen nadenken, maar dat zou een, een zinvolle discussie zijn. En natuurlijk hebben de vissen die dan zeggen: Van ja, er is het, dat moet wel, want we krijgen elke dag te eten en het licht gaat op tijd aan en dat gaat allemaal niet zomaar. En uh, ik weet nog dat ik hier voor het eerst kwam en daarvoor was ik in de viswinkel en. Uh, ja, maar goed, vissen kunnen dus niet nadenken op dat niveau, maar je zou je kunnen voorstellen dat er dus vissen zijn en die zeggen: "Ja, ik geloof dat de eigenaar van het aquarium bestaat." Het punt is, als je het hebt over God en de wereld, waarbij wij dan de vissen in het aquarium zijn en God is de eigenaar van het aquarium, dat is dat de eigenaar van het aquarium die is buiten het aquarium bezig in de materiële wereld. En wij hebben het over... de eigenaar, de veroorzaker... van alle materie. Buiten welk... er niks is. Dus het universum... zeggen mensen, dat is oneindig groot. Nou, en dat bestaat dan... 15 miljard jaar... en dat bestaat dan nog 15 miljard jaar... of zo zeggen ze dan. Hè? En dan moet de oorzaak... moet buiten... Maar er is niks buiten het universum, want als er iets was voorbij uh, Alpha Centauri 13 of zo, dan, dat kan niet, want dat behoort dan ook tot het universum. Dus uh, God kan dus niet aanwezig zijn in het universum, maar hij kan er ook niet buiten zijn. En dat wordt dan opgelost in de Bijbel met de, uh, de mooie frase van nou ja, dat hoeft ook helemaal niet, want God is niet ergens, God is overal. Dan ben je er van dat probleem af. Dan hoef je ook geen locatie aan te wijzen voor God, want Hij is op iedere locatie. En dan gaat hij erbij: bij het bestaan van elfjes kan ik het ook niet. Ja. Kijk, ik heb het niet over het... Dat is wel een heel groot ander ding. Een elfje kan je zien. Er zijn maar mensen die zeggen... Ik heb een elfje gezien hoor. Ik ken ook mensen die hebben kabouters gezien. Iemand in mijn kennissenkring, vriendenkring... Die heeft kabouters gezien. Nou, daar gaat het bij God niet om. Dus mijn... Overtuiging dat God er is. God is de, degene die er was. Het is degene die er zal zijn. Hetgene die er was, voordat wij er waren, voordat alles er was, en degene die er zal zijn als alles weg is. En Hij is er overal. Dus in, hij is buiten ruimte en tijd, zo kan je het ook noemen. En heel belangrijk, ik geloof dat die, die God dat die zich bemoeit met het leven hier op aarde. Dat hij dat stuurt, dat hij ook ingrijpt. En ik geloof ook dat. Er behalve God, op dat de terrein, hè, dat terrein buiten ruimte, ruimte en tijd, hè, dat daar ook een, een kwade kant zit. Een demonische kant. Die net zo goed ingrijpt. Dat geloof ik ook. En waarom ik dat geloof, is omdat ik dat. Dat ingrijpen van zowel God als van uh, duistere krachten. Ik heb dingen meegemaakt in mijn leven. En die waren al te toevallig. Oftewel, ze waren niet toevallig. Dat, hier was opzet in het spel. Opzet niet vanuit de wereld zelf. Maar van iets buiten ruimte en tijd. Wat ervoor zorgde dat uh, dingen gingen gebeuren. Zo kreeg ik bij mijn werk. Dan, belde een, dan kreeg ik een foutmelding van klant A. En dan kreeg ik een foutmelding van klant B. En dan kreeg ik een foutmelding van klant C. En die foutmeldingen hadden niets met elkaar te maken in de uiterlijkheid. En intern ging het allemaal om één en hetzelfde fenomeen. En toen dacht ik, goh, dat is wel handig. Dat God. Uh, ja, dat ik dus drie vliegen in één klap kan oplossen. En dat ik ook, doordat ik die drie meldingen uh, gelijk achter elkaar kreeg... terwijl er helemaal geen aanleiding voor was. Niet in de realiteit, hè? Ik denk, ja, dit komt me wel heel erg goed uit. En zo kan ik een heel aantal dingen opsommen waarvan ik denk... Dit is niet toevallig. Dat je het even weet. En in de Bijbel wordt gesproken dat God inderdaad ingrijpt. Dus. Hm? En dan. Um, ja, hij gaat er dus vanuit dat God. Niet bestaat. Nou, en ik zeg net, ja, wel bestaan, niet bestaan, dat is mij te. Nou, dan krijg je een eeuwigdurende dispuut, taaldispuut over. Daar kom je niet uit. Nou, ik zie God als de weg, de waarheid en het leven. En die drie-eenheid, de weg, de waarheid en het leven, die heeft. De orde gecreëerd waarin jij en ik leven. Inclusief jij en ik. Zo, zo zie ik God. Dus. En ik ervaar God. Er zijn genoeg dingen in mijn leven geweest dat ik, ik wilde ingrijpen, en dat ik dacht: van ja, als je nou ingrijpt, dan ben je gewoon half zagereinig en. Uh, en dan weet je weer wat er van komt. En uh, wat nou als jij nou eens even netjes je mond houdt. Bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Hè? En dan hield ik mijn mond en dan, dan beet ik mijn tong in twee. En dan werd het vanzelf opgelost. Dan denk ik, oh kijk, zo kan het ook. En dan kan je daar uren over discussiëren dat dat allemaal wel toeval was. En dat het nu één keer zo is, dat het altijd zo is. En ja. Maar ik ben erg gelukkig met die dingen die in mijn leven zo soepel verliepen. Terwijl het ook heel anders had kunnen lopen. En dat was niet zomaar mazzel. Dat geloof ik dan niet. Dan kan je dus wel denken. En ik ken ook mensen die, ja, die zijn jaloers van aard en nee, die gaan dan hele lelijke dingen zeggen. Als je, met zulke, als je dan met voorbeelden komt, hè, dan gaan ze het heel wat... Dus in die zin praat ik dan liever ook niet over die voorvallen. Maar ik heb er nogal wat hoor. Echt een hele serie. En ik praat er ook liever niet over omdat ik het niet belangrijk vind. Want voor mij staat dat vast. Dus voor mij is de, de vraag of het in mijn leven van belang is dat ik um, mij respectvol gedraag in deze wereld. En dat ik niet van deze wereld ben, maar dat ik in deze wereld ben. En dat wat mij ook maar overkomt, dat, uh, dat al die dingen niet belangrijk zijn. Maar dat het belangrijk is dat ik doe wat God. Gedacht had dat ik zou moeten doen. Ik kan me ook uitmaken voor een psychoot of een, uh, een geesteszieke of zo. Waarom niet? Dat maakt mij niet uit. Ik doe geen gekke dingen. Ik ben een heel bedachtzaam mens. In, uh, ik hou alleen een hele hoop mogelijkheden open. Bijvoorbeeld met die drank. Hè? Dat was op een zondagmiddag en ik had nog een paar slokken van het ongelooflijke klotenbier. En ik wist al van, nou, dit is het laatste. Nou, dan kan je jezelf schrap gaan zetten. Want je lichaam gaat protesteren. Jij ja, kan wel in één keer stoppen met drinken, maar ik dronk toch richting de 20 alcoholconsumpties per dag. Waarbij een alcoholconsumptie, dat, dat druk je uit in glazen. En een glas jenever, zo'n borrelglaasje jenever, dat is evenveel alcohol als een glas wijn. En dat is evenveel alcohol als een glas bier. Ongeveer. Nou, en, en, en dat noem je dan één consumptie, en daar tikte ik er op een dag 20 van weg. Dat is. Ja, dat heeft een enorme uitwerking op je lichaam. Dan krijg je gewenningsverschijnselen van. En dus, als je daarmee stopt, krijg je ontwenningsverschijnselen. En toch maakte ik me helemaal geen zorgen. Ik heb toen die avond gebeden of de avond daarna gebeden. En God gevraagd om, om kracht. Ik wist dat ik het goede deed. Ik wist dat ik het moest doen. Ik was eraan toe. En dat ik zoveel gezopen heb, dat heb, ik mezelf, ja, dat heb ik mezelf nooit echt kwalijk genomen. Waarom? Ik heb toch niemand kwaad gedaan? Ik heb toch altijd in de supermarkt beleefden gedaan tegen het afrekenend personeel... Ah ja, ook al had ik uh, drie halve liter zwaar bier in mijn nek. En dan stond ik dan weer in de supermarkt. En dan heb je een kegel van Hitler Tokio. En dan reken ik weer drie van die zware jongens af. Altijd beleefd. En ik had altijd contant geld bij me. Of ik wist zeker dat het op de pinpas stond. En nooit geen gesoden bij de kassa. Oh, er is die vriendelijke meneer weer, die altijd, uh, ja, dan ook een beetje meedenken, hè, van dan is het dan 3,15 euro en dan geef je 5 euro en dan zeg je gelijk erbij, uh, uh, ik heb nog 15 cent, zal ik die erbij doen? En als iemand zegt, oh ja, graag, dan krijg je 2 euro terug. En gewoon een beetje mee blijven denken met zo'n kassier. En in de kroeg nooit op rekening drinken, uh, altijd netjes afrekenen. En als je dan wat van iemand anders aangeboden krijgt, dan zei ik wel ja, natuurlijk. En dat wist ik. Dat vergeet ik niet. En dan krijgt zo iemand anders krijgt dan weer wat van mij. Ik heb vaker, ik heb eigenlijk alle consumpties die ik aangeboden heb gekregen, die heb ik allemaal teruggegeven. Ruim. En ik ben een aantal keren ja genaaid, zullen we zeggen. Eén zo'n gozer en die dronk dan uh, gin tonic. Ja, en ik drink dan rode wijn, en dan haalt hij nog een rondje, en dan haalt hij voor zichzelf nog een gin tonic, en voor mij een rode wijn, en dan denk ik, ja, vader. Door een gin tonic, dat kost je 6, 7 euro. Snap je? Dat is niet rekening houden met een ander. En zo ben ik wel genaaid. Maar ik heb geen andere mensen genaaid, ben je hem af. En toen ik ging bidden tot God en vroeg om die kracht. Maar ik kan me eigenlijk niet heugen dat ik last heb gehad van ontwenningsverschijnselen anders dan. Ja, dat je wel weet dat je eventjes uh ja even de kiezen op elkaar. En dat je je, je wil, moet onder, je lust moet onderdrukken. Je zin moet onderdrukken. Ja, de supermarkt is om de hoek. Je hebt zo weer voor een paar liter van die ongein in huis gehaald. En dan kon ik gewoon boodschappen doen bij de supermarkt, hoor. Dat is echt geen probleem. Kom je erbij? Heel relaxed. En dan loop ik langs de bierafdeling en, en, en dan kijk ik nog heel vaak wel gekeken. Als ze rommelen met die prijzen, <laughs> dan kijk ik dan gewoon aan de pure nieuwsgierigheid: van wat kost het nou? Ja, dat dan wel, want dat is het enige. Nou, en ben ik daar blij mee? Ja, zeker, want ik wilde stoppen met drinken... en door het bidden uh, ging dat goed. En dan kun jij zeggen van... ja, maar als je niet gebeden had, dan was het je ook wel gelukt. Nou, dat weet jij dus niet zeker, dat gok je maar. Hè? En echt voor de hand liggend is het niet dat iemand die... nou, ik heb toch al twee jaar... Bijna drie jaar uh, die hoeveelheid alcohol weggewerkt. Dan ga je toch door voor een stevige uh, verslaafde hoor. En het is niet gebruikelijk dat dat soort mensen van de een op de andere dag. thee gaan drinken en. en blij zijn. Snap je? Nou, dan gaan we even door met de opmerkingen van de intro. Van XXX, spatie XXX. Dan zegt hij: bij, Je gelooft echter wel, vele mensen op aarde geloven en zijn dus theist. De ruime meerderheid van de mensen hangt een geloof aan. Nu is het zo dat niet iedereen hetzelfde gelooft en dit heeft in het verleden al voor wat bloedvergieten gezorgd. Nou, dat klopt. Ja. Maar niets van mijn kamp. Anders gezegd, als iemand zegt: Ik ben gelovig, en vervolgens staat hij in de krant dat hij uh, zijn buurman heeft lastiggevallen, want die was dan volgens uh, die persoon die gelovig was, was zijn buurman niet gelovig genoeg en hij heeft hem in elkaar getrimd. Dan is diegene die zegt dat hij gelovig was, dat is een leugenaar. Ja. Dus. Er zijn mensen die zeggen dat ze gelovig zijn, maar ze liegen. Ik ben gelovig, christelijk gelovig, en ik zal nooit iemand negatief benaderen als die niet gelooft. Waarom? Want een mens kan God niet vinden. God moet jou vinden. En in het proces dat jij als mens door God gevonden wordt, daarin kan ik een rol spelen. En het is God die op dat moment de regie heeft. Dus uh, ik, ik was in het café. Als in de tijd dat ik nog dronk. En toen zei er iemand ook iets negatiefs over de Bijbel. En toen zei ik: van nou, uh, neem uh, het verhaal van het verloren schaap. Dat is een heel. Uh, en dan gaat het bij het verhaal van het verloren schaap: gaat het om de definitie van het woord goed. Nou, wat is in dit geval een schaapherder die goed is? Wat houdt het in voor een schaapherder? Nou, een goede schaapherder. In dit voorbeeld dan, hè. Waar Christus mee komt. Die telt aan het einde van de dag als die schaapjes in de kooi gaan. En dan zou je zeggen: Ja, in de gevangenis. Ja, dat is een, een schaapskooi. Dat is een gevangenis. Daar kunnen ze niet uit. Hè? En dat is maar goed ook, want. Ja, in de nachten kan van alles gebeuren. Gevaarlijke dieren lopen er in de ronde en ja, zo'n schaap is reddeloos verloren. Dus vandaar dat zo'n schaap in een beschermde omgeving moet, in een kooi. Dus het is aan de ene kant om de schapen binnen te houden, dat ze niet weglopen. En aan de andere kant is het om ervoor te zorgen dat de, de, buize, de grote boze buitenwereld niet binnenkomt. Dat die buiten gehouden wordt. Zo'n kooi werkt twee kanten op. Denk aan een haaienkooi. Er zijn heel veel duikers die gaan, dan, die gaan met haaien spelen. Maar ze gaan zelf eerst in een kooi zitten. En dan gaan ze hallo zeggen tegen de haaien. Want ze durven niet zonder die kooi tussen de haaien te gaan zitten. Dan zitten ze opgesloten in de kooi. Maar dat is dan heel veilig. <laughs> nou, en dan gaat die schaapherder die gaat zijn schaapjes tellen. En dan komt hij tot 99. En dat betekent dat hij er eentje kwijt is. En wat doet dan een goede schaapherder? Nou, die goede schaapherder, die laat die 99 in de steek en die gaat dat verloren schaap zoeken. Daar zit een grote diepte achter achter dat verhaal. Dat is geen geintje, man. Eigenlijk zegt dat alles over mm, ja, het winnen van schaapjes. Want daar gaat het om. Hè? Die, die schaapherder, dat is God. En die schaapjes, dat zijn wij mensen. En wij moeten netjes in de kudde van de schaapherder zitten. En wij moeten niet weglopen. Want dan zijn we verloren. Dan worden we gepakt door een wolf. Of door een groep andere ellendelingen. Coyotes of uh, hyena's leven. En daar kunnen wij niet tegenop, dus dan zijn wij verloren. En Christus zegt dan dat die goede schaapherder die laat die 99 in de steek, omdat hij op dat moment meer houdt van die ene die verloren is. En daarom gaat hij achter die ene aan. Dat lijkt me nogal widders, dat, dat kan niet anders. Maar waarom zou je anders die 99 in de steek laten? En achter die ene aangaan. Nou, dat was hem, die ene was hem liever dan die 99. En zo gaat God, degene die de waarheid, de weg en het leven is... Of de weg, de waarheid en het leven... Zo gaat die achter verloren schapen aan. En ik wilde hem dat vertellen. En ik was nog niet aan het begin van die parabel. En toen begon hij de draak te steken met dat wat ik zei. En dan weet ik dat ik niet verder moet gaan. Dus ik heb het hem verder niet uitgelegd. Ik kon een paar zinnen zeggen en toen viel hij me in de reden. En toen ging hij uh, luid praten en dan ging hij woorden verdraaien. En, en met name over het begrip kooi. daar ging hij een heel ding van maken. Van, ja, oh god is een eikel, want die sluit mensen op en uh, stopt ze in de gevangenis. En, en dan denk ik van ja. En dan word ik niet boos. Waarom? Ja, het verhaal gaat over hem. God heeft mij niet te zoeken, ik zit in zijn kudde, ik doe precies, denk ik, wat hij van mij wil. Maar die jongen in kwestie, uh... ja, ik vraag me af waar hij me bezig is. Ik heb niet het idee dat hij erg gelukkig is. Hij leefde van een uitkering in die dagen en hij was begin dertig of zo. Nou, waarom moet een mens van die leeftijd leven van een uitkering? Maar ik ga daar verder geen punt van maken. Ik heb medelijden met zo'n mens dat hij zo ja dat hij die kostbare jaren van zijn leven verspilt, want wat maak je nou mee als je een uitkering hebt? Ja, hij wandelde dan een heel eind en hij woonde ergens buiten het centrum van de stad en dan had hij een hond en dan nam hij die hond mee en dan ging hij naar het café. Dat was dan zijn uitje en dat dan elke dag en dan kon hij één of twee glazen bier drinken, maar ja, ook niet meer dan dat. Dus ja, een uitkering is niet zoveel. En dan moet je ook nog je hondenvoer betalen en je hondenbelasting. En de dierenarts. Ja. Dus die, hoe zei die dat nou, die XXX? Hè? Bloedvergieten. Ja, dat is niet van mijn geloof. Dat zijn de heidenen. En de heidenen die doen dan bloedvergieten. Kijk, er is dat akkervietje geweest, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Eigenlijk moet ik dat niet zeggen. Er is dat hele vervelende geweest dat de Calvinisten ergens in Polen of zo... Dus de aanhangers van Calvin, dat is onderdeel van het protestantisme van de reformatie. En die Calvinisten die hebben een paar duizend katholieke gelovige heidenen, zijn dat, by the way, maar goed... Die hebben ze uh, aangepakt. Met de dood het gevolg. Dat, uh... ah, dat is niet fraai. Dat vind ik heel erg. En ik vind dat die Calvinisten daar fout aan hebben gedaan. En dat het geen deel uitmaakt van het geloof. Romeinen 12, vers 19 zegt duidelijk: De wrake komt mij toe, zegt de Heer. Of op zijn Engels, Vengeance mine, says the Lord. Ja. Dus wraaktoestanden, die kan je wel voelen. Je kan wel denken dat het tijd is voor wraak en zo. En het is allemaal best dat je die emoties hebt. En daar doen we even lekker niks mee. Dat laten we over aan de Almachtige. Snap je? Dus uh, mijn soort. Um, uh, gelovigheid doet daar niet aan. En dat beschouw ik als gelovigheid. Snap je? En dat, dit gebeurt veelvuldig hoor, dat mensen bij een discussie over het geloof dan iedereen die zegt dat hij gelooft maar over één kam uh, scheert. En ik wens niet over één kamp geschoren te worden met mensen die, zoals de Calvinisten in die eeuw, eventjes een paar duizend katholieke mensen op de brandstapel hebben doen belanden. Daar hoor ik absoluut niet bij. Ik vind dat een regelrechte overtreding van Romeinen 12, vers 19. En dat is niet mijn volk. Dat is ook niet mijn soort geloof. En mijn soort geloof predikt geweldloosheid. En begrip. En vergeving. En respect. En leven zonder angst. Nou ben ik al een heel eind om mijn tijd heen. Ik ben nog niet echt toegekomen aan die vragen. Hè? Nou, er zit nog iets over het half uur. Dus ik kan nog wel even doorgaan. En dan is de eerste vraag: waarom hang jij het christendom aan? Nou, dat is begonnen toen ik twaalf was. En toen las ik de Bijbel uit zo goed als vrije wil. Want er waren wel mensen in mijn omgeving die dus met het idee kwamen van... en ik kreeg ook een Bijbel. Dat kwam door mijn moeder, die ging bij de Pinkstergemeente... en via de Pinkstergemeente kreeg ik mijn eigen Bijbel. En ik las heel erg graag, ik, ik las toen al zes jaar... Ik las zo ontzettend veel boeken dat mijn moeder werd er helemaal gek van. Ze zei ook echt dat ik een heel moeilijk kind was. Dat vond ze zo erg. En Dan, ja, ze, ze, dan zat je weer eens te lezen. En, en, en voor mijn moeder was dat heel moeilijk, dat ik zoveel las. Daar had ze last van. Ze heeft me ook op een tijd hebben ze me nog verboden om te lezen. Er werden mijn boeken van de bibliotheek boven op de kast gelegd. Dan had ik straf. En toen las ik de Bijbel. En toen kwam ik in het Nieuwe Testament de parabelen tegen van onze Heer, Christus Jezus. En toen was ik om. Ik was uh, ja, op slag veranderd. En dat was voor mij het moment waarop de Bijbel tegen mij sprak. Dat de Bijbel mij iets vertelde. waarvan ik dacht: van, zie je wel, dat had ik altijd al kunnen verwachten. En dit, dit is helemaal mijn woord. Dit is het woord waar ik me naar wil richten. Dit is het woord wat ik door wil geven. Ja, zoals het verhaal van het verloren schaap. En ik heb heel veel andere geloofsdominaties bestudeerd. Bijvoorbeeld het Boeddhisme. Ik heb de Dhammapada, dat is dan het boek van de. wat 300 jaar. Zeg maar, in de tijd dat Christus in de rondte liep. Toen is er een. noem het maar een concilie geweest. in India. Van iedereen die nog wel wat wist wat Boeddha had gezegd. En toen op die, bij die concilie, dat is een soort raad, een soort overleg. Toen hebben ze een kanon opgesteld van. dit heeft Boeddha volgens ons allemaal gezegd. Want dat was voor die tijd helemaal niet. Nou, die Dhammapada, die heb ik in handen gehad. Ik vond het een mooi boek. Ik had het ook in no time uit. Ja. En het boeddhisme... Kijk, voor zover het boeddhisme zich inlaat met dingen als kloosters... en verplicht dit en verplicht dat en dat... dat, 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 dat uh, Daar doe ik dus niet aan. He, mijn geloof zegt. het is niet wat de mond ingaat dat de mens verontreinigt. het is dat wat de mond uitkomt. Dus dat een boeddhist geen vlees eet, dat is leuk. maar dat zegt helemaal niks. Of dat hij aan vasten doet. of dat hij niet aan seks doet. Of... Dat zegt mij helemaal niks. Het feit dat iemand aan seks doet. betekent niet dat het een slecht mens is. Dus boeddhisme is het voor mij niet en Taoïsme is het voor mij niet. Nou, katholicisme, maar dat wist ik gelijk al. Het katholicisme overtreedt het tweede gebod van Mozes. Katholicisme is Babylonisch, dat weet ik nu. Dat is heidens. Nou, dat is ook dus helemaal niks. Dus waarom ik het christendom aanhang is dus omdat ik vanaf het, mijn twaalfde jaar werd ik ermee geconfronteerd... En ik was in één keer helemaal om. En sinds die tijd heb ik echt van alles bestudeerd. Ik ben zelfs nog bij de Theosoven geweest. Die, die club van Helena Petrovna Blavatsky. Daar ben ik wel tien keer geweest. Op lezingen. Ik heb de geheime leren ook hier in huis. En ik heb Isis ontsluierd, heb ik gelezen. Dat vond ik een aardig boek, moet ik zeggen. En ik heb hier nog wat meer. Ik heb totaal, denk ik, vier boeken van theosofie. Dus ik heb het wel bestudeerd en ja, het heeft voor mij heel weinig waarde. Heel weinig waarde. Dus ik overweeg het niet eens om van het christendom af te stappen voor het boeddhisme, bijvoorbeeld. Of het taoïsme, of de theosofie. Dus dat is de reden waarom ik het christendom aanhang. Ik ben ervan overtuigd. En het klopt wat Jezus zei. De eerste zullen de laatste zijn. Dat zijn waarheden als een koe. Die moet je uit je hoofd leren. En dan is zijn 1.1. Uh, wat is het bewijs dat de christelijke God de ware is en niet zo'n heel rijtje anderen... Ja, kijk, Thor, om die maar even te pakken. Thor, dat is van dat van Noorse meer gode gedoe. Dat is, dat, is, dat is heidens. Nou, heidendom spreekt mij totaal niet aan. Klaar. Nou, dan heb je Zeus. Nou, dat is ook heidendom. Dan heb je Ra. Dat is ook heidendom. Dat is Egyptisch heidendom. Dan heb je Allah. Nou, Allah, dat is... Moet je natuurlijk een beetje mee oppassen, omdat er zoveel mensen hier in Nederland zijn en die hebben het best al heel erg moeilijk. En ik wil het die mensen niet moeilijker maken. En ik kan daarbij zeggen, de Bijbel was al 400 jaar, 500 jaar af voordat Mohammed kwam. En ik ben nog bezig met het bestuderen van de Bijbel. En misschien als ik die helemaal uit heb, dat ik dan aan de Koran ga beginnen. Aan de andere kant, ik heb de geannoteerde Koran bestudeerd. En daar heb ik wat dingen van opgestoken. En bijvoorbeeld ontdekt dat in de Koran. daar zit geen seinsleer in. Geen ontologie. Dat vind ik jammer. En er zijn nog wat meer aspecten aan het Mohammedanisme. waar ik mij niet in kan vinden, zoals het dragen van een boerka. Dat vind ik niet oké. Okay. En ook het uh, celibataire priesterschap, dat vind ik niet oké. Okay. Dat hoort niet bij mijn geloof. Dus. En dan Vishnu, dat is dan het uh, Hindoestaanse ding. Ja, het Hindoestaanse ding is weer heidendom met een scala, letterlijk een scala aan goden. Als je Vishnu en Brahma en. Waar ik weer die God de vernietiging, she, she, iets met she. Dat zegt mij helemaal niks. Kijk, voor mij is er één God die uh, meerdere aspecten heeft in die zin dat die God, die is de weg, die is de waarheid en die is het leven. En dan komt hij dus, wat maakt in tegenstelling tot andere geloven het christendom superieur? Nou, ik vind het daarin. Dus. Hij neemt je de westerse filosofen, en dan met name Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer en Gerard Heijmans. Die spreken ook over één God. En die spreken ook over dat medelijden het allerbelangrijkste is. Nou, gebied de eerlijkheid dat Schopenhauer respect had voor de Upanishads. En dat hij zegt dat er in de Upanishads dingen staan die uh, oké okay zijn. En dat geloof ik. En die dingen staan in de Bijbel ook. Dus. Dat betekent dus niet dat je de Bijbel opzij moet zetten hè, om dan de Upanishads bij te pakken, want uh, er staat in de Bijbel ook. Doe tegen anderen zoals jij wilt dat anderen doen tegen jou. En ga met een ander om uh, ja, dus dat abad sam. Zo'n spreuk uit de Upanishads. Van, dat ben jij. Dus als je kijkt naar een ander. Ja. Jij had net zo goed die ander kunnen zijn. Eigenlijk ben jij die ander. Alleen je kijkt van een afstandje naar jezelf als je kijkt naar een ander. Dat staat in de Upanishads. Ah, daar is niks mis mee. Maar dat staat in de Bijbel ook. Heb uw naaste lief als uzelf. Hè? Dus dat... In die zin voegt het niks toe, het Hindustanisme, aan mijn overtuiging met de Bijbel in de hand. En dus maakt dat mij, voor mij, het Christendom, dus superieur en al die andere dingen. Want ja, in die andere geloven vind ik niet iets wat ik mis in de Bijbel. Dus. En dan die tweede, dat is wel een goede. Van stel dat jij bijvoorbeeld in India geboren was, dan hing je waarschijnlijk een ander geloof aan. En als je eerder was geboren, dan hing je waarschijnlijk ook een ander geloof aan. En, en, en al die mensen die nooit van het christendom, de christelijke God en de Bijbel hebben gehoord, zijn deze mensen verdoemd. Wat was het nut van hun leven hier op aarde? Goeie vraag. Kijk, je kan het God niet kwalijk nemen dat hij. van het begin af aan. Uh, zo'n Bijbelproductie had. zoals je die nu hebt. Uh, nu worden er per jaar 100 miljoen Bijbels verspreid. Elk jaar. Dus in 70 jaar tijd. dat is zeg maar jouw. Levenstijd, jouw tijd van leven hier op aarde, de 70 jaar dat jij leeft, in de 70 jaar dat jij hier op aarde in de rondte loopt, worden er 7 miljard Bijbels, of zijn er 7 miljard Bijbels verspreid. Dat betekent voor iedere wereldbewoner 1. Ja, dat is nu. Maar dat was toen niet. En dan is de vraag: zijn die mensen verdoemd? Ja, tot op zekere hoogte wel. Want die hebben dus niet die kennis aangereken gekregen. En wat dan wel? Dus mensen die niet van de Bijbel konden weten en bij hun in het dorp was het heel gewoon dat je seks had met uh, je dochters en uh, dat je stal en dat je ik weet niet wat van dingen allemaal deed en een heleboel besodemieteren. En je hebt zo geleefd en je wist niet dat het niet mocht, van, eh, wat je dus wel weet als je de Bijbel had gehad. Ja, dan ben je behoorlijk verdoemd. En wist je niet van de Bijbel en kon je dat ook niet weten, maar heb je dat soort verschrikkelijke dingen, zondige dingen, niet gedaan, nou prijs jezelf gelukkig. Ik denk dat je dan beter af bent dan degene die er ook niks van wisten van die Bijbel, maar die hebben al die dingen wel gedaan. Snap je? Ja, zo dus. En wat was het nut van hun leven? Dus van die mensen die geen kennis hebben gekregen van de Bijbel. Wat was het nut van hun leven hier op aarde? Ja, minder. dan het nut wat ze gehad hadden. als ze de Bijbel in bezit hadden gehad en begrepen. En ja, kijk ik nu om me heen. Hier aan de overkant van het kerkplein. daar is een klein boekwinkeltje. Dan koop je een King James voor 8,95 euro. En je zou dan verwachten dat daar dus iedere dag een rij voor de deur staat. En dat je nummertjes moet trekken om jouw King James te krijgen voor zo'n belachelijk lage prijs. Maar dat is helemaal niet zo. Nou, ik heb er twee gekocht en die heb ik allebei weggegeven. En die beide exemplaren. Ik ging naar mijn dochter. En nou, mijn dochter heeft er dan in gebladerd. That's it. En wat is dan het nut van mijn dochter haar leven hier op aarde als zij de inhoud van de Bijbel niet begrijpt? Ja, een, een aanzienlijk stuk minder dan het nut van het leven van mijn dochter vanaf het moment dat ze de Bijbel begrijpt. En het zal ook zo zijn dat als het moment komt dat mijn dochter de Bijbel gaat begrijpen, dat dat moment. Dat het niet uitmaakt of dat nou morgen al is, of over een jaar, of over tien jaar, of pas als ik overleden ben, of uh, dat, uh, twee seconden voordat ze sterft, dat zal niet uitmaken. Het zal wel uitmaken of het moment komt. Want de eerste zullen de laatste zijn, namelijk. Dus het nut van het leven hier op aarde heeft alles te maken met het inzien van het feit dat God de weg, de waarheid en het leven is. En als je dat dus niet ziet, als je niet ziet dat het het leven in de zin van de weg en de waarheid, als je niet ziet dat dat de veroorzaker is van alles om je heen, inclusief jou, ja, dan ben je gratis aan het rondlopen in een, in een pretpark zonder dat je beseft dat, dat Pretpark niet uh, er zomaar stond. Mensen denken, nou wow, ja, het is wel makkelijk, ja, dan ben je dit, dan ben je dat, ook. ik vind dat wel grappig, hoor het leven. Maar ze begrijpen niet dat het gerealiseerd is. En dat degene die het gerealiseerd heeft, dat die wil dat er respectvol wordt omgegaan met zijn schepping. En degene die dat niet doen. Uh, ja, waarom zou die dat waarderen? Snap je? Dus, wil ik iets vergeten? Nou, ik denk het daar niet. Dat is simpel gezegd samenvattend uh, het Kijk, of iemand gaat geloven, dat, daar heb ik geen invloed op. En het is mooi als het gebeurt. En degene die dan gaat geloven, die zal het met me eens zijn dat het heel mooi was toen het gebeurde. En als het niet gebeurt, ja... Er zijn mensen uit mijn club, zeg maar, en die gaan dan bidden voor zo'n persoon. Dat kan helpen. Ja. Ik doe dat niet. Maar niet echt omdat ik dan zeg van... Nou, dat doe ik niet. Maar ik doe het niet. Ik heb er nooit zo over nagedacht. Dat ik dat zou moeten doen. Ja. Ik denk dat God van mij wil... Uh, dat ik zo rationeel en zo logisch... en zo rustig mogelijk spreek... over hem en zijn schepping... En dat dat genoeg is. Hij God houdt van iedereen. God houdt meer van zijn verloren schapen dan van al die volgzamen. En dat hij zo uh, om is gegaan met Sodom en Gomorrah en met die mensen voor de zondvloed. Dat moet je maar zien in het kader van een hevige teleurstelling. Waarin die, als het ware half huilend als een teleurgesteld kind helemaal doorsloeg. En in het geval van Sodom en Gomorra dat die engelen ook nog zeiden van... God, de God, de God, uh, ja, niet te heftig hè. Ja. Want uh, in Sodom en Gomorra, het is wel overwegend tuig. Maar niet iedereen... Straks maak je rechtgeaarde mensen kapot. En dat, moet je, dat willen we niet. Dat willen wij, de engelen, niet. En dat wil jij ook niet. Dus de engelen spreken ook tegen God. Het is heel goed om dat te beseffen. En er komt een tijd aan. Dus het boek Openbaring. Het is mijn mening dat het boek Openbaring. in zoverre begonnen is. dat de, de Antichrist is duidelijk geworden. The Woman Riding the Beast... de vrouw... zittende op het beest... en op haar voorhoofd staat geschreven... Uh, Babylon... de Verborgenen. Wij weten niet dat... de paus en Trump en de EU... en de VN en de NATO... wat wij al... en de Wereldgezondheidsorganisatie... Uh, en het Wereldnatuurfonds... wat wij dan bestempelen als... Uh, het beste ter aarde of zo. Maar dat is Babylon... Maar verborgen. Snap je? En wij zitten nu in de fase dat wij dat moeten gaan begrijpen. Dat wij Babylon uh, duidelijk moeten gaan zien. En dat wij uit Babylon moeten stappen. Want je kan niet uit Nederland weg, maar je kan wel uit Babylon weg. Je kan. Je bent verplicht in deze wereld, maar je hoeft niet te zijn van deze wereld. Snap je? Nou, ik hoop dat ik dit dan gedaan heb. Wat zei hij ook weer? Krachtig en waterdicht. Nou, dat heb ik in elk geval geprobeerd. Het is aan jullie om te beschouwen of het krachtig en waterdicht was. Misschien zie je ergens een opening. <laughs> en uh, reageer gerust. Waarom niet? Ik doe dit uit. Ik doe dit uit liefde voor God. Ik doe dit uit dankbaarheid voor het feit dat ik zo'n mooi leven heb gekregen. Ik doe dit uit rijkdom en overvloed. Mijn was weer mijn beker stroomt over. Heet het dan? Mijn theebeker dan? Ja. En die van jou ook, als je goed kijkt. Is dus bezierd maar. En op zijn hamburgers, heel traditiegetrouw. <laughs> Ik vind wat dat het erbij hoort. Op zijn hamburgs zeg ik tegen jullie tjus en dag lieverd.